Op deze locatie ligt achter een van de deuren mijn missie van deze week. Het gaat hierom, dat is wel duidelijk. Koud. Ja hoor. Joe. Beste Klaas, we willen dat je het volgende onderzoekt. Kun je blijven autorijden tijdens een overstroming? Nee. Heel veel succes. Volgens mij moet ik überhaupt maar eens uitzien te vinden of je kan rijden als er veel water is. Deze missie begint met een Hollands weertje. Echt niet best, hè? Deze missie, ik hoop niet dat nou de hele tijd het blijft regenen. Past wel in het thema natuurlijk. Ah. Hey, Indy. Hey, Klaas. Goed je te zien. Ja. Racemonster Indy deed al aan karten toen hij 8 was. Nu reist hij als professioneel GT3-coureur de hele wereld over. Dit jaar won hij races in Dubai, Oostenrijk en Duitsland. Er is een hoop te doen op de weg, zeker als het glad wordt. Zeker weten. Ja, we hebben een centrum waarbij we goed een laagje water kunnen neerleggen. Dus we simuleren gladheid. Fase 1 van een serieuze overstroming. Ja. Kan jij hier nadoen? Ja, zeker weten. En mij leren hoe ik wegkom? Ja, nou, misschien niet helemaal leren hoe ik wegkom, want dat hangt af van jouw kwaliteiten. Maar goed, dat zullen we zo zien. Eerst doet Indy even voor hoe je veilig kan rijden op een zeer nat wegdek. Oh man. Indy houdt met zijn ervaring de auto nog prima op de weg. Ja, je ziet me tegensturen. Het is ook, dat is net alsof je op een ijsbaan bent, man. Je ziet hoe moeilijker het wordt. Kijk, kijk. Ja, jij hebt makkelijk praten met je race-ervaring. Het glijdt alle kanten op, man. Ja. Hè? En dan met zo'n klein beetje water. Ja, het is maar een heel klein beetje water wat wij er neerleggen. Dus een heel klein beetje aquaplaning creëren we nu. Ja? Maar het is nog niet dat wij hier een overstroming hebben gesimuleerd. Dat is inderdaad waar, want bij een echte overstroming gaat het er heftiger aan toe. Nederland voert van oudsher een strijd tegen het water. Dat is niet zo gek, omdat meer dan de helft van ons land vatbaar is voor overstromingen. Door stijging van de zeespiegel en extreme weer wordt de kans op overstroming en wateroverlast steeds groter. Ook deze zomer zorgt de noodweer nog voor ondergelopen straten. Nou, wissel. Nu ben ik aan zet. De grote vraag is, kan ik na een flinke plensbui deze auto nog in bedwang houden? Ja, ja, door het bordje. Ja, goed zo, goed zo. Oh, oh, oh. Kom op. Nou, sturen, sturen, sturen. Ja, goed zo, goed, dan komt die achterkant. Mooi, mooi, ja, vast houden, vast houden. Ja, goed zo. Ah, dit ging goed, toch? Dit ging goed, dit ging goed. Voel je de auto een ja, beetje glijden? Je voelt gelijk al dat die alle kanten op gaat. Ja. En nu nog even aquaplaning voor gevorderden. Als je over deze plaat rijdt, krijgt de auto een duw en is hij volledig uit balans. Komt hij goed tegen jullie? Ja. En zie hem dan maar eens op de baan te houden. Oh, kansloos. Wauw. Super leerzaam, man. En echt best wel moeilijk. Ja, dit is heel lastig. Ja. Hey, maar dit is een paar centimeter. Klopt, dit is 3-4 centimeter ongeveer. Maar wat nou als het 30-40 centimeter is? Ja, dan wens ik je echt heel versterkt, want dat gaat niet lukken. Nee. Nee. Helemaal niet? Nee, dat denk ik niet, nee. Tijd voor een ander plan. Succes. Dankjewel. Wil je weten hoe deze missie verder gaat? Klik dan hier, want daar vind je het vervolg. Hier vind je gewoon andere leuke opdrachten die ik gedaan heb. En hier kan je je abonneren. Maar goed, ik zou zeggen, even daar klikken en dan daar verder.